Dag dames en heren, goedemorgen. Helaas, de zon die zullen we vandaag niet zo heel veel te zien krijgen. En er kan ook een beetje regen vallen. Het lijkt geleidelijk aan toch een beetje de wisselvallige kant uit te gaan. Hoewel het vrijdag en zaterdag nog best aardig weer is. Vanaf zondag wordt het echt nat en misschien ook wel winderig herfstweer. Ja, die vlinder die zullen we dan moeten missen, want dat is een echte zonliefhebber. Vandaag slechts af en toe een beetje zon. Vanuit het zuidwesten is er vrij veel bewolking over ons land getrokken. En uit de bewolking kan her en der ook een beetje regen of een buitje vallen. De temperaturen zijn nog best aardig. 18 graden in het noorden, 19 in het midden van het land. En op sommige plaatsen in Brabant en Limburg 20 graden vandaag. En dat alles bij een zwakke en langs de kust matige wind uit een zuidoostelijke richting. Ook vanavond en vannacht hebben we met bewolking te maken. Af en toe wat regen en temperaturen van een graadje of 12. Ook vrijdag overdag hebben we met vrij veel bewolking te maken en een beetje regen. Daarbij zal de temperatuur toch nog uitkomen op zo'n 20 graden. En zaterdag lijkt weer een meevallende dag te gaan worden, met in de loop van de dag vanuit het westen weer wat zonneschijn. Maar het is wel frisser, 16 graden. En ook de dagen daarna zien we de temperaturen steeds verder onderuit zakken naar 14, 15 graden volgende week. Met vooral maandag en ook zondag behoorlijk wat bewolking en regen. En daarbij gaat het ook nog eens stevig waaien.